Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik ben momenteel even lekker aan het koelen met onze gekke Joef. Onze Joef, hè? Ja. Nee, we gaan niet tongen. En de kinderen die zijn lekker in hun eigen box aan het spelen. Jordi heeft je Frozen aanstaan, maar die is gewoon aan het spelen ondertussen. Het staat gewoon aan als een soort van radio voor hem. Vindt hij leuk. En ik ben ondertussen even nou aan het koelen dan. En dingetjes in het huishouden aan doen. Hè? Ja, Joefke. Mooi, Joefke. Joef houdt van knuffelen. Ja, lekker knuffelen. Maar ja, we gaan heel eventjes verder in waar we goed in zijn. En dat is mama spelen en het huishouden doen. Jordi slaapt. Die is net naar bed gegaan. Hij slaapt nog steeds. Ik laat hem ook gewoon slapen, want hij is naar een nieuw ritme aan het gaan. Dus ik ben een beetje aan het kijken wat hij gaat doen. Dus ik laat hem nog even slapen. Op het moment dat hij wakker wordt, krijgt hij zijn fruitje, zijn flesje en alles. En dan ja, hè. Hij begint een beetje naar een nieuw ritme te gaan. Dus ik ben een beetje aan het kijken, want dat was met Jordi toen ook. Dus ik ben een beetje aan het kijken wat hij nou precies wil. Dus ja, dan heb ik heel eventjes de tijd om eventjes rust te nemen. Want ik ben net de hele tijd met Jordi ook bezig geweest. Dus je bent een slaapkop. Een groot slaapkop. Oké. Nou, Jordi die is inmiddels weer wakker. Maar de tablet is leeg. En Jordi is er niet mee eens dat de tablet leeg is. Hij heeft inmiddels wel al zijn drinken opgedronken en alles. Maar dit is dus het gedrag van Jordi. Als de tablet niet aanstaat en hij wil eigenlijk dat die aanstaat. Die kan niet aan, schatje. Hij is leeg. Kijk maar. Mama kan niet. Nee. Is ze op? Nou, dat is op. Nou, dit is dus Jordi als hij gewoon geïrriteerd is. Dit durf ik best te filmen. Dit is niet erg of zo. Dit is gewoon dat hij laat zien van ik ben het er niet mee eens. En hij is ook nog een beetje moe. Hij is gewoon echt niet mee eens. Maar dit gaat dus nu al een kwartier zo. Ja. Leeg is leeg, jongen. Ik had niet in de gaten dat hij in eerste instantie dat hij leeg was. Dus ja. Hij is leeg. Hij heeft trouwens zijn oude bril op omdat hij nogal aan het smijten was met zijn nieuwe bril. Nee, dat gaat niet, jongen. Ja, jij kan heel veel spelen hier. Je kan allemaal spelen. Heeft even geduurd. Maar we zijn er. Nou, dit is dus Liam als hij gegeten heeft. En papa mag het taak gaan oppoetsen. Joep, ga weg. Was lekker. Joep, nee. Ja, Joef maakt jou met alle liefde en plezier schoon, maar dat gaan we niet doen. Joef, ga weg. Net zo goed gegeten. Dus, hij heeft een heel bakje op.
Jordi heeft net ook al gegeten. Wil je nog een hapje? Wil je nog een hapje? Ik stop hem er gewoon bij je teen, hoor. Papa ruimt het toch op. Mama doet het niet. Nou, papa. Hij vindt het zo lekker dat hij zijn tenen opeet. Een hele goeie. Morgen. Niels is de kindjes aan het doen. En ik ga mijn eigen zo omkleden. Dat je naar de kapper kan. Yes. Want ziet er niet uit, joh. Ik ken niet zoveel van me mee. En Juve is er aan het spelen. Ja, Juve is aan het etteren. En ja. Joef, je mag niet meer speelgoed op de bank eraf. Dat is een regel hier. Want de bank is niet om te spelen voor haar. Dat is de grond. Dus dat. Maar ja, ik ga mij klaarmaken en dan ga ik naar de kapper. Dus dit is voor. En dit is na. Ik moet nog eventjes douchen. Dus het komt natuurlijk nog anders te zitten. Maar ik kom net precies van de kapper af. Dus ja. Ik ga heel even gauw douchen. Nou ben ik gedoucht en wel. Het zit nog niet helemaal natuurlijk. Maar dat is meestal na een paar dagen. Dus ik ben blij. We gaan nu eventjes fruitje geven aan Liam. Dat krijgt hij elke ochtend. En hij krijgt nu voor het eerst pruimen. Ik ga die ook niet maken. Dus ja, ik heb nou even een potje. Omdat ik dus niet weet of dat hij het lust, doe ik dat dus eerst in een potje. Joef, ga weg. Ja, proeven. Vind je het lekker? Joef, ga weg. Joef, move. Jordi is ondertussen eventjes tablet aan het kijken. Vind je het zo lekker al? Vind je het lekker? Vind je het pruimpjes lekker? Oh, vind je het lekker? Nou, dat is mooi. Als hij iets voor het eerst krijgt, weet ik niet hoe dat zijn buikje erop reageert. Dus dan krijgt hij echt maar een half potje. Joef! Joef! Hij doet altijd met zijn handen ook proeven. Joef! Naar binnen! Komt ze weer aan, hoor, het pinballetje. Ik zelf hou totaal niet van pruimen. Dus Maar ja, ik wil wel dat mijn kinderen het leren eten. Of in ieder geval het geprobeerd hebben. Even vast afdoen en mama even een nat doekje pakken. Kijk maar eens wat Joef nou dadelijk gaat doen. Afblijf, hè, Joef. Het is schoon. Lekker was dat, hè? Nou wacht ik altijd 10 minuutjes ongeveer even een beetje laten zakken. En dan krijgt hij daar een flesje. Nu moet ik dus heel eventjes wachten. Totdat het een beetje gezakt is. En dan kan ik Jordi alvast even een fles geven. Zodat hij daar lekker naar bed kan. Dus ja. Dan doen we dat. Hé, grote limo? Ja! Ja. Ja. Ben je toch knap, hè? Oeh, wie ben jij? Het is alweer avond. We hebben straks eventjes nog Jordi gekalmeerd, want die had heel veel buikpijn. En toen zijn we even naar de winkel geweest, toen hij allemaal weer rustiger was. En Joef, je bent me aan het vervelen. Ik vind dat echt gewoon niet tof. Hou eens op.
Nou ligt Jordi al op bed en als het goed is slaapt hij ook. En deze kleine rat die gaat ook zo naar bed, want die ligt bij papa te slapen. Hij ligt zo lekker te slapen, papa. Mm-hmm. Oh. Eigenlijk zonde als hij nou in bed komt te liggen, dan zal hij wakker zijn. Maar hij moet lekker zijn bedje in. Goedemiddag. Goedemiddag. Jordi die ligt nog te slapen. En daar komt mevrouw weer aan, want Niels en ik zitten bij elkaar. Oh, met Tam toch, hè? Ja, ja, ja. Maar in ieder geval, Liam die is nog wakker. We hebben hier even gepoetst. En ik ga nou even douchen. En zo dadelijk komen mijn ouders op bezoek. Jij gaat ook op douchen. Mm-hmm. Dat is wel nodig, want je hebt gesport. Ik ben even wezen sporten, ja. Mijn maatje. Ze noemen hier elkaar allemaal maat. Maar goed, in ieder geval, ik ga heel eventjes douchen en er komt ze weer aan, de pinball. En ja, misschien ook vast aan het eten beginnen. Inmiddels zijn mijn ouders weer naar huis. Niels is nu eventjes een rondje rijden met Jordi, want we hadden een nieuwe stoel gekocht voor Jordi. En we moesten nog eventjes een brief bij iemand posten. Dus daar is Niels nou even een rondje rijden met Jordi, zodat we weten of dat die stoel goed zit. En ik ben nu heel eventjes met Liam, die is denk ik nu in slaap. En ja, even rustig zitten. En dan zo dadelijk flesje maken voor Jordi, want ze zullen zo alweer terugkomen. Het is nu donker. Ik ben nu op Jordi's kamer. Jordi heeft momenteel heel veel buikpijn. En we filmen Jordi niet. Ook nu niet. Maar een kleine impressie wat hij doet als hij buikpijn heeft. Dit is nog mild. We hebben straks vrij erge... geschreeuw gehad. Maar hij is hartstikke moe en hij heeft zoveel buikpijn. En hij kan dus de slaap niet vatten. Dus. En dan zullen misschien mensen zeggen paracetamol. Maar paracetamol helpt niet tegen darmpijn. En dat is een beetje het dingetje. Maar ja, ik ga heel eventjes hem nog knuffelen. Kom eens, schatje. Mama. Heb je toch nog een popje gedaan? Hm? Ik weet dat je buikpijn hebt, jongen. Ja. Mama, jou laat me niet verschonen, hè? Papa komt voor jou een luiertje brengen. Ja, volgens mij wel. En anders is het een flinke scheet, maar... Die luier. Ja, die heb ik hier. Oké. Nou, alleen is even de vraag hoe ik hem het beste ga verschoenen, zonder dat hij al te veel doet. Maar met jou gewoon in bed verschonen? Zo strakjes. Lukt dat of moet ik het doen? Ik heb hem straks ook gewoon in bed verschoond. Oké. Ja. En de doekjes? Oh, die liggen daar. Ja. Wil je een luiertje doen? Ik heb net dus een luier verschoond. En hij wil nog niet slapen. Dus zit hij in zijn bed
te jammeren dat hij buikpijn heeft. We gaan het even afwachten. Ondertussen ga ik even mijn was opvouwen en kijken wat het brengt. Volgens mij is het gelukt. Ja, dan lig ik er 2 te slapen. Het was niet makkelijk, maar hè, hij had zo'n buikpijn. Ja. Deze ligt nog niet te slapen. Nee, deze ligt nog niet te slapen. Hm? We zitten weer bij elkaar, hè, papa? Mm-hmm. Maar ik heb al een bericht gestuurd naar de arts van Jordi. Of dat er iets bekend is al, of hoe dan ook. Dat. En ja, daar is het wacht op antwoord. Meestal krijg je 2 dagen van tevoren te horen hoe en wat. Maar ja, tijd begint een beetje te dringen voor Jordi, hè? Mm-hmm. Het is echt de laatste tijd. Het is niet meer leuk. Nee. Maar in ieder geval, wij gaan eventjes lekker rustig aan doen. En deze ups en downs ook afsluiten. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Tot de volgende. Joef zegt ook dag. Dag. Matrusta.